Daar is het zebrapad waar het is gebeurd. Het busje stond daar en op een gegeven moment kwam ze hier. Ja, hier lag haar fietsje en daarvoor lag zij direct in coma. Het stoplicht hier was op groen. Ik zeg tegen Floortje van ga maar. En van de rechterkant kwam een bestelbusje. Ze klapte erop en kwam daar, ongeveer bij de prullenbak, kwam ze op de grond. Ik ben naar haar toe gegaan, maar er was geen pols, er was geen ademhaling. Ik dacht echt dat ze vertrokken was. En ze moest echt opnieuw leren eten, opnieuw leren lopen. Eigenlijk ook redelijk opnieuw leren praten. En als je ziet waar dat kind zeg maar in een jaar tijd naartoe is gegroeid, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt fantastisch. Wij als ouders vinden het heel fijn dat het een interactief zebrapad is geworden. Want ons ongeluk kan ook het ongeluk van iemand anders zijn, morgen, vandaag. Dus het is heel fijn dat de gemeente binnen een jaar tijd wel dit heeft gedaan. Want dat maakt deze weg, we horen het geluid ook heel erg van verkeer, dat deze weg toch weer een stuk veiliger is geworden. Floortje is vandaag achterop de fiets bij haar moeder naar school gegaan. We durven het nog niet aan om haar te laten fietsen, maar dat gaat zeker een keer komen.